Bo van Ervedorens blikte donderdagavond in zijn talkshow vooruit op de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal in Qatar. De presentator schakelde daarvoor met Pim Cedé, verslaggever van de Telegraaf. Het verbaasde Pim dat er zo enorm veel Argentijnen naar de oliestaat waren afgereisd. Die hoge opkomst besprak Pim ter plekke onder andere met Diego Veen, een Argentijnse journalist. Even later sprak hij ook nog met een Argentijnse supporter, die vertelde dat hij zo'n 10.000 euro had uitgegeven om bij het WK aanwezig te zijn. Heb je wel zoveel geld? Vroeg Pim zich verbaasd af. Normaal gesproken niet, gaf de supporter toe. Ik heb er jaren en jaren voor gespaard en hard voor gewerkt. Ik heb bij veel mensen moeten smeken om geld. Sylvana Simons, leider van de politiek partij Bijeen, vindt dit zwaar misplaatst. Ze heeft er gisteravond, 3 dagen na de uitzending van Bo, een bericht over geplaatst op Twitter. Haar kritiek klinkt als volgt, ben eerlijk gezegd nog aan het bijkomen van het racisme van Bo's razende voetbalreporter, die het deze week nodig vond aan Argentijnen te vragen, where they get the money, om op het WK aanwezig te zijn en het Argentijnse supportersdorp een Argentinian ghetto te noemen. TF. Pim reageert vanochtend op de kritiek van Sylvana, voor fans uit alle landen van de wereld is WK duur. Of ze nou uit Nederland, Japan, Australië, Marokko, Argentinië, Brazilië of Mexico komen. Dat jij hier iets racistisch in ziet zegt vooral heel veel over jouw argwaan. Jammer, ook omdat je weet hoe ik werk en dan toch provoceert. Hij besluit, en volgende keer misschien gewoon de reportage oprecht bekijken zonder vooroordelen een positief verhaal over voetbalpassie van Zuid-Amerikanen. Hekje tip. Thank you.